Roel presenteert een supermakkelijke zomerse hazelnoot crumble met een frisse vulling van rode bessen. Weeg 50 gram Dibro hazelnoten af en rooster ze in een droge anti-aanbakpan op een matig vuur. Doe de geroosterde hazelnoten in een kom en laat ze afkoelen. Rits de rode bessen met een vork van hun steeltjes en leg ze in een vuurvaste porseleinen schotel. Doe de geroosterde en afgekoelde hazelnoten in een zak en plet ze met een deegrol. Weeg 200 gram AVV mix voor crumble af. Doe er 15 gram water bij en meng het geheel tot een homogeen mengsel met een vork. Verkruimel verder met de hand en voeg de geplette hazelnoten toe. Verdeel de hazelnootcrumble over de rode bessen. Druk goed aan en bestrooi met amandelschilfers langs de rand. Bak de crumble ongeveer een half uur in een voorverwarmde oven op 190 graden Celsius. Haal de crumble na het bakken voorzichtig uit de oven. Serveer een portie van de nog warme crumble met een bolletje ijs en verras iedereen met een heerlijk zomers dessert dat je in een oogwenk op tafel zet. Smakelijk! Nog meer inspiratie vind je in de bakafdeling van je AVV-winkel of bekijk de andere bakrecepten en leuke ideetjes op de website of op onze Facebookpagina's. Succes gegarandeerd!